de onvoorspelbaarheid van Ilja. Ik voel me een beetje een slechte moeder. Oh. Leuk speelgoed. Ja. Ja? Ja. 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 Kijk eens. Kijk eens wat mama kan. Mama kan het niet zo goed als Joa, maar mama kan wel. Oh. Ja. Ja. Nou, ik denk... Eerlijk gezegd, het moest er een keer van komen. Elk kind valt wel een keer ergens vanaf. Hoop ik. Ja, Ilja is vanochtend nou niet eens gevallen van bed. Hij is er gewoon afgetijgerd. Oh, dat was echt verschrikkelijk. Er was echt helemaal niks aan de hand. Ja, ik bedoel, hij moest huilen. Maar zoals Joren zei, Tanja, als hij huilt, betekent het dat hij leeft. Nee, wacht, zei hij dat? Als er huilt, is er niks aan de hand. Het was echt... problematisch als hij niet huilt. Nou, zoiets zei hij. Het was echt nog geen 6:30 ochtends en hij was al lekker wakker. En ik dacht, nou, ik wil hem gewoon even aankleden. En ik legde hem op bed en ik was gewoon de hele tijd in de gaten aan het houden. En ik had wel gezien dat hij naar me toe kwam tijgeren. Maar ik dacht, ik pak nog heel... Oh, ja, ik dacht, ik pak nog heel even snel mijn broek. En toen kukelde hij zo voorover. En hij had gewoon een beetje een rood hoofdje. Maar we hebben echt best wel een hoog bed. Maar het is gewoon de hele dag door. Opnieuw aan het afspelen in mijn hoofd. En zo vreselijk. En weet je, het is gewoon niet erg. Misschien had het wel erg af kunnen lopen. Maar ik bedoel, het is natuurlijk niet goed. Maar hij heeft er niks aan overgehouden. Dus Joren, die zei ook... Nou ja, hij zei er iets over. Zei hij, ja, ik heb de hele dag mee gezeten. Zei hij, ja, ik wist dat je de hele dag mee zou zitten. Maar het gaat gewoon helemaal nergens over. Maar het was echt zo zielig. En hij moest al zo huilen. En ik moest huilen. En ik zag het gewoon gebeuren. En ik was net te laat om hem op te vangen. Dus Joren werd ook echt wakker door een soort dramatische... Nee, geel van mij. Dat was waarschijnlijk niet heel fijn. Oh ja, het is echt... Ik wil gewoon... Kon ik een... herinnering waar uit mijn geheugen wissen. Want ik zie hem gewoon elke keer opnieuw vallen. En ik kan echt alweer gaan huilen. Het is zo vreselijk. En verder had ik echt geen leuke dag. Het was vandaag niet leuk om docent te zijn. Ik heb een moeilijke les achter de rug. Dus ik ben toe aan vakantie. Gelukkig is het bijna vakantie. En is het nog iets van een week en een maand... En dan is Ilja 1. Huh? Hoe kan dat nou? Waar is de tijd heen gegaan? Nou ja. Oh. En hij heeft zichzelf letterlijk net in slaap gelachen. Want ik hoorde hem in bed echt helemaal hysterisch lachen en doen. En nu is hij stil. Dus nu is hij gaan slapen. Dus dat is wel heel schattig. En ik moet heel snel de keuken doen. En ik moet douchen. En ik moet de video bewerken. En ik heb hoofdpijn. En ik kan nog iets zeggen. Ik heb dus uiteindelijk echt wel 9,5 maand, denk ik, of zo, met BH aangeslapen. Omdat in het begin had ik zoogcompressen in. Die blijven niet zomaar in mijn nachtjapon zitten. Dus toen had ik een BH aan. En ik heb nu dus ook altijd die tepelkapjes in, standaard. Dus daarvoor, toen ik allang geen zoogcompressen meer nodig had... Had ik wel dat nog... Ja, moest ik daarvoor nog steeds een BH aandoen. Want anders blijft ze niet zitten. Maar ik heb echt... Nou, dat is dus nu een maand geleden of zo. Besloten dat ik niet meer 's nachts op hoef. Ik vind gewoon dat... Weet je, ik echt nu niet zo vatbaar meer ben voor tepelkloven. Of borstontsteking of wat dan ook. En dat is waar die tepelkapjes een beetje hiervoor behoeden. Dus nu 's nachts doe ik ze gewoon niet meer in. En dan slaap ik dus weer zonder BH. Zo, wat een bevrijding is dat, zeg. En ik ben helemaal niet iemand die een BH stom vindt zitten. Ik ben helemaal niet iemand die... Dat hoor je best wel vaak mensen zeggen. Dat ze dan, als ik s'avonds mijn BH uit doe, zo fijn. Maar ik ben dus wel iemand die na 9,5 maand een beetje klaar mee is om met een BH aan te slapen. Dus dat was een heel fijn moment. Had ik trouwens al verteld
dat Ilja laatst heel hard in mijn tepel heeft gebeten. En dat het toen echt dagenlang pijn heeft gedaan om hem te voeden. Dat is gebeurd. Maar hij heeft nu echt al weken niet gebeten. Dus je kan gewoon doorgaan met voeden. Ook al heeft je kindje tandjes. Alhoewel, misschien dat het ene kind veel meer bijt dan het andere kind. Maar je kan het in ieder geval wel echt wel een soort van afleren. Oké, ik ga nu de keuken doen. En dan douchen. En dan hopelijk geen hoofdpijn meer hebben. En dan heel veel eten. En een video bewerken. Iljetje, ik doe voor je moet lopen, je gaat alleen maar lachen. Stap, 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 stap. Oh, en daar komt Pip. Daar gaat hij, daar gaat hij. Ilja! Stapperde, stapperde, stap. Hey! Stapperde, stapperde, stap. Hey! Stap, 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 stap. Stapperde, stapperde, stap. Hey! Stapperde, stapperde, stap. Hey! Hey Ilja! Hey Ilja! Kijk eens! Doe we zo. Zo. En dan gaan we geluid maken. Het is leuk hè? Ja. Hi knapie! Heb je een mooi oranje aan voor Koningsdag? Het is vandaag Koningsdag. Ilja was 2 dagen geleden 11 maanden. Hoe dan? Oké. Okay. En hij heeft gisteren... Oh, mijn batterij is bijna leeg. Hij heeft gisteren vaccinatie gehad. En tot nu toe, ja, had hij er verder niet zoveel last van. Dan ging hij gewoon heel goed slapen. Maar gisteren moest ik hem dus... We hadden hem wel naar de opvang gebracht. En om 2:30 belden ze van, nou, hij is niet zo lekker. Het had hij inderdaad echt 38,6 graden koorts. Dus had ik wel echt koorts. En toen heeft hij van 4:30 tot 11:00 geslapen. En toen heeft hij van... Toen was de koorts gezakt. Had hij ook een zetpil gekregen en zo. En om... Ja, alles moet op de grond. De... Ik had helemaal los. En toen is hij weer in slaap gevallen. Toen werd hij om 4:00 wakker. Toen had hij wel weer die hoge koorts. Nou ja, en toen heeft hij eigenlijk niet echt meer geslapen. Maar dat was ook... Nou, jawel. Hij heeft toen... We hebben hem toen geen zetpil gegeven, omdat hij gewoon heel vrolijk was. En dat was gewoon heel dom. Want we dachten, oh, hij is gewoon... Hij scoort, maar hij heeft verder geen last van. Hij valt alweer in slaap. Nou, hij heeft 1 uur geslapen. En vanaf 5:00 was hij echt... Heel erg overstuur. En toen hebben we hem een zetpil gegeven. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet meteen. En toen is Joren met hem opgestaan. En eigenlijk was het slim geweest als Joren... Na 1/2 uurtje of zo alsnog hem naar bed had gebracht. Om te kijken of hij wel... Want dan had hij zetpil, was die zetpil ingekikt waarschijnlijk. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus lekker lang... Lekker vroeg op. Ontbeten in de stad. En... Daarna even de markt langs geweest, slaapzakje voor Ilja gekocht, wat speelgoed, we hebben boekjes gekocht, dat is allemaal heel leuk. En straks gaan we oranje tomboes. Ik heb niet zo heel veel met Koningsdag, behalve dat ik nu dus de markt leuker vind, wat ze veel voor Ilja hebben. En ik heb veel met oranje tomboes eten en die hebben wij gisterochtend al gehaald. We hebben echt nog nooit eerder, normaal gesproken bedenken we op Koningsdag, oh een oranje tomboes is wel lekker en dan zijn ze ook heel vaak al weg.
Maar gisteren al gekocht. Gisterochtend. En echt bij de bakker. Dus echt een goeie. Dus dat gaan we zo lekker eten. Ik denk dat dit knaapje heeft vanochtend wel twee keer... Hey! Twee keer in de wagen geslapen. Maar ik denk dat we hem zo alweer naar bed moeten brengen. 11 maanden. Het is bizar. Dit is echt het allerschattigste ooit. Even kijken of ik het op de film kan krijgen. Julia, kom eens. Kom eens bij mam. Kom eens bij mam. Kom maar. Ja, goed zo. Zijn dat mama en Julia? Oh. Waar gaan we nu heen? Oh, obstakel. Ja, ik denk dat ik al weet wat jij gaat doen. En ik ga naar het voorkomen. Ilja. 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 Je hebt me gevonden. Hallo. 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 Oeh, oké. Okay. Niet filmen. Maar je bent zo knap. Even niet met die camera, jongens. Ik heb niet zo goed geslapen. Ilja. Ja. 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 Ba. Lekker. Ja. Ga je lekker drinken? Ja. Ja. Nee, is ook niet goed. Je weet best hoe dit moet. Wow, wow, zet je beentje vast. Heb je dat mooi opgelost? Ja. Ja? Ja. Ja. Ga je weer laten zien wat je net deed? Of ga je dat niet? Ja? Laat maar zien. Ja. Ik heb niet het gevoel dat je begrijpt wat ik van je vraag. Ga je weer even staan? Ja. Ja. Oké. Okay. Hij ging dat echt heel schattig de hele tijd staan en weer zitten en weer staan en weer zitten. Terwijl ik echt net vandaag tegen Johan zei dat hij sinds hij heeft gestaan. Nou eigenlijk... Oké, okay, het gaat weer. Ja, hij heeft het dan een keer gedaan en daarna doet hij het dan helemaal niet meer ofzo. Zit je net te lachen? Maar goed, hij is al sinds 6 uur wakker. Een uur geleden probeerde ik hem naar bed te krijgen, maar dat was een hopeloze zaak. Je moet echt slapen. Het is 10 uur. Je bent al 4 uur wakker. Dat is te lang. Ja, je moet toch slapen. We hebben verder op Koningsdag niks leuks meer gedaan. Want Joran was opeens ziek. Joran had ook koorts. Dus misschien dat Ilja al iets had. En dat hij door die vaccinatie hij heftiger reageerde. En dat Joran door slaapgebrek het ook kreeg. En daar heel lastig van. Kom eens. Oh, boem. Oh, wat moeten we nou? Ja. Ik wilde allemaal dingen gaan doen. Ik wilde gaan opruimen. Ik wilde pitborstelen. Ik wilde gaan stofzuigen. Ik wilde de bruiloft plannen. En dat is Pip. Maar jij moet dan gaan slapen. Wat wil je? Hoppatee! Jij bent Ilja. Jij komt op voor de rechten van de baby. Maar we slapen. Alleen maar mannelijk. Zo! We staan op de tafel, we springen op de tafel. Hey! Oké. Daar gaan we, Julia. Woe! Oké. Pak jij de tafel eens even vast. Pak maar vast. Hou jezelf vast. Ja, ben je er klaar voor dat ik je loslaat? Nee, dat ben je niet.
Ga je nou staan? Durf je niet? Mag ik je nou pak? Ja, goed zo. Moet wel iets dichterbij. Ja. Als ik jou loslaat, val je dan? Nee. Heb je het vast? Nee, hè? Nee. Vind je het goed vast? Nee. Ja, ik heb je nu niet vast, hè, knapen. Je doet het zelf. Goed voor jou. Oh. Even lekker sporten, Iel. Ja, en dan gaan we weer staan. Heel goed. En zitten. En weer omhoog. 1, 2, huppatee. Goed zo. En weer zitten. Hallo, luister naar je sportadviseur. Heel goed. En hoppa. Nou, ja. Nog 88 keer. Hopsakee.